Dames en heren, koek en peren. Welkom bij de tweede vlog van Donio, de Ponyo en de Prullo. Ik heb hem voor het gemak opgeladen. Kijk, helemaal vol. Ik heb veel reacties ontvangen op het filmpje. Bedankt. Waaronder ook een berg tips. Bijvoorbeeld dat ik niet zo'n dikke pluk moest doen. Maar ook dat het vreemd is dat een ding zo'n kabaal maakt. Dus, voor de zekerheid, voor het geval dat mijn haar straks in een ding hangt en niet meer om mijn kop, al zou dat met die schapenbos niet heel veel uitmaken, doe ik een iets kleiner plekje. En aan de achterkant is dat ingesteld op 180 graden. Dan gaan we. Hoop op het beste. Nou, ben benieuwd. Wat is jullie? Dag hoor. Dat is wel jammer. Ik zie nou niks. Maar, ik geloof dat het beter is dan gisteren, mijn eerste poging. We doen er nog één. Weet je wat? Try before you die. Nee, dan zien we niks. Nou, een iets kleiner plekje. Op een kamertje. Ik heb nu wel gekletjes. Ach, weet je, aan het strook kan toch weinig verpest worden, hè? Maak het uit. Daar gaan we. Nou, wat hebben jullie ervan? Op zich. We doen er nog één. Dit is zo'n filmpje op YouTube. Maar ze met zo'n steltang. Dan hangt ook het haar in de steltang. Zo net wat voor mij wezen. Nou, hè? Nou, grapje. Het is gewoon niks. Dus als ik een review zou moeten geven voor de Krullo, zeg ik, doe het niet. Ik heb hem gekocht via een site. Dat bleek een dropshipper te zijn. Dus ik heb hem voor de mooie prijs met korting voor 40 euro. Hij is op AliExpress te koop voor minder dan de helft. De mijne bied ik aan voor 60. Want, hè? Ja, ik wil ook wat. Nou, wederom bedankt. Ik kan hem niet aanraden. Ik ga mijn huis eens doorspitten om te kijken wat ik nog meer niet kan aanraden. Duimpje omhoog. Abonneer. Doneer. Heb ik ook wel eens gezien. En fijn weekend. Joejoe.